Karin heeft ontzettend last van haar rug. Probeert de auto uit te komen. Ik heb hier een paar krukken staan. We zitten nu bij de huisarts. Ja, ik heb het Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Stammer van de Werf. Mijn man die heet Roderick Stammer van de Werf. Die is nu even bezig. En het is vandaag dinsdag 11 augustus. Het is bijna 1 uur. Dat kun je wel zien op de klok. Daar. Ja, daar. Ik kan haar niet goed wijzen. Maar oké, ik heb weer pijn in mijn rug. Maar ik wens jullie wel heel veel kijkplezier met wat we kunnen gaan doen. En anders wordt het een bankhangdag. Maar sowieso komt hun pakket vandaag binnen en ook even laten zien hoe dat werkt. Hi. Hi. Kijk, en daar hebben we Roderick. Hoi. Alles goed? Jij, mij, warm hier. Ruit ook. Maar dat is niet anders. Kan even niet nu. Jammer dan. Morgen koelt het waarschijnlijk weer af. Dus dat ook weer. Komt wel goed. En ik stuur jou wat door, want ik heb wat van Dave gehad. Oh, leuk. Vertel. Een filmpje over de COVID. Oh, oké. Okay. Dus. Ja, gisteren was ik iets aan het doen. Ik heb het wel tegen Roger gezegd wat ik aan het doen was. Maar toen ben ik dus weer lekker door mijn rug heen gegaan. En ik heb dus nu last van mijn linkerbillen. Spier. Ja, en dat doet zeer. Want ik heb een beetje hier gestofzogen. Het is hier wel schoon. Alleen bij mijn bureau nog niet helemaal, maar oké. Maar ja, het huilen stopt me neder als lachen. Dus ik heb nou net even een beetje een halve kip op. Ik heb nou net ibuprofen op. Dus mensen die mij volgen en die zelf ook een maagverkleining hebben. En die zeggen van ja, maar dat mag niet. Dat weet ik. Maar ik heb dus een akkoord dat ik het dus wel mag. Omdat ik dus niet tegen paracetamol kan. Dus en ibuprofen, dat werkt het snelste bij mij in plaats van Celebrex. En Celebrex heb ik ook. Maar dat is voor de avond, want dat is al lang werkend. En ibuprofen, dat is in principe gewoon snel werkend. Maar wel wat korter. Gewoon een uur of 4-5. Dus. En de Celebrex, dat, als je hem dus inneemt, dat gaat gewoon voor de hele nacht. Bijna 8 uur. Dus en als je weer wat doet. Het is niet echt zo heel erg pijnstillend zoals een ibuprofen. Want die gaat gewoon echt de pijn onderdrukken. En dat doet de Celebrex dus weer niet. En ik heb gewoon echt pijnstillen nodig die de pijn onderdrukt. Zodat ik wel mijn dingen kan gaan doen. Dus ja. Dus eventjes ter verduidelijking voor jullie. Het mag in principe ook niet met een maagverkleining. Want dan kun je het dood aangaan. Maar ja, hè, er is nu een COVID. Dus daar kun je ook dood aangaan. Want dat is gewoon een normale griep. Alleen er is een naam aan verbonden. Dus joh. Hè, we doen daar nu zo moeilijk over, hè schat? Ja. Nee, hè? Nee, we niet moeilijk over. Nee. Precies. Dus even voor jullie is ook wel even handig om dat even te weten. Hè, lof? Zometeen in de waterblazer. Oeh, is leuk. Hey meisje. Beetje warm. Jij. Je bent warm, hè. Niet doen, want dan is ze even al zo warm. Ik geef ze al niet eens aandacht. Niet doen, lief. Niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Want daar is ik al en ze hebben het al zo warm. Zometeen lekker in de waterblazer, hè. Lekker de blazer. Dat vind je helemaal niet leuk. Lekker. Lekker in mijn neus. Ja, je bent een lief meisje. Ja, maar het is al zo warm.
Nee. Ik ben aan het vloggen. Lekker in mijn neus, lekker dan. Bah. Maar jij mag het wel hoor. Ja, nou ga je weer laag. Het is veel te warm. Het is veel te warm. Hè, Bjoerd, het is warm. Hè? Ja, ja. Twee hijgende honden hier. En er ligt hier gewoon eentje voor pampers. Van zoek het uit. Laat me lekker met rust. Dames, ik ga nu één ding zeggen. Misschien komt dat heel hard over en voor de kijkers, maar jullie gaan nu lekker plaats. Nu. Eén. Lees zitten, liggen, mag ook, maar niet zo te kwijlen en aandacht te vragen, oké? Okay? Veel te warm hoor. Veel te warm. Het is een hittegolf, dames. Het is heel te warm voor jullie. Toch? Ja. Nou, nu gewoon lekker wachten, spelletje spelen, wachten, spelletje spelen, wachten. Totdat de waterblazer is en dan is het ook weer vlekken. Filmen voor jullie. Nou. Nou. Karin heeft ontzettend last van haar rug. Probeert de auto uit te komen. Ik heb hier een paar krukken staan. Afspraak met de huisarts. Welke zak ook weer? Dat is links. Nee, ik moet hier gewoon even gaan staan. Lijkt me handiger. Oké, ik ben af. Kan ik iets doen? Nee. Niet. Hetzelfde. Oké. Eerst links. Daar heb ik pijn. Links. Nee. Huh? Nee. Dat is rechts. Dat is links. Dus jullie horen zo meteen wel wat dat is als ze bij de huisarts vandaan komen zijn. Het zweet het gevoel smatig staat op mijn kop. We zitten nu bij de huisarts. En ik heb het warm en ik ben moe. Maar zo meteen horen we wel wat er aan de hand is. En de buurvrouw die zegt dat het nierstenen zijn. Maar dat horen we dan wel. Toch? Ja. Ik kan niet weten, maar ik ga nu eens drinken. Ik heb dorst. Is... Nee. Nee, niet zo. Ik moet met deze. Dat is gelijk nat. Ah, lekker. Nou, het is gelukkig geen nierstenen. Maar het lijkt op de spit, maar dan wat erger dan de spit. Dus ik moet dus nu op YouTube, leuk handig, filmpjes gaan zoeken met lage rugpijn. Want het lijkt inderdaad op de spit, maar dan is het gewoon erger. Omdat mijn spieren zo erg zijn verkrampt door en zo. En dat komt dus doordat ik en mijn moeder in het verleden zijn mishandeld. Dus doordat krijg ik dus die actie van mijn rug verkramping. Zeg ik het zo goed? Je hebt zoiets. Dus ja, dus ik moet even... En ik moet inderdaad een paar keer op een dag mijn rust nemen. Op bed, liggen, bank. Dus dat wordt... En gewoon wel blijven lopen. Dus ook al zal ik met Roderick meelopen met de honden, dan is dat ook prima. Maar ik kan dus nou gewoon nog niet zelf de honden uitlaten. Ja, Lady misschien, maar daar houdt toch mee op. Dus ja, komt wel goed. Ja, zo. En we hebben een pakketje binnen. Ja, kijk. Van, dat duurt heel lang, pakket. Ik ga hem lekker openmaken samen met jullie. Wat zou erin zitten? Hè? Ik weet het al. Maar nou nog jullie. Ja.
Oh. Wat zit erin, hè, dames? Heel groot pakketje, heel groot pakketje. Ja. Er zit sowieso een handschoen bij. Dus, voor wat is het? Voor de dieren. En heb ik hier schuim en dan moet ik even Rode hebben om te vragen of hij mij mee wil helpen aan deze kant. Dat hij eruit kan vissen. Vissen. Hou alles op wat schuim doen. Op tafel. Even die doos. Zo. Nou. Ja, dat komt zo meteen. Maar die doos moet gewoon even aan de kant. Kijk. Even deze. Hup. Oh nee. Hup. Kijk. Het is een... Kijk. Hier een mooi mondstukje. Weet ik veel. Mondstukje. Die komt zo meteen wel weer. Hier nog het een en ander in. Zo. Nog een mondstukje. We hebben hier nog een mondstukje. Dat is 3. En dan hebben we hier nog een mooie filter. Hier nog een mooie mondstukje. En dan hebben we hier de slang. Oeh, mooi slang. Kijk, en hey schat, kijk. Kan ik hem ook in elkaar zetten? Nee, ik kan niet. Jammer. Maar we kunnen wel op een andere manier in elkaar zetten. Ja, dat gaan we dus ook zo meteen gelijk doen. Samen met jullie. Ja. Ik zal eens even kijken of ik jullie een beetje lager kan zetten. Ja, dat kan wel. Wacht maar even. Ik ga gewoon even wat doen. Ja, we zijn wel allemaal van bezig, hè, jongens. Ja. Ja. Allemaal met dingen bezig. Zo, we gaan hem even uitpakken samen met jullie. Mooi pakket binnen. Ja. Hé, Hendeltje. Hij is ook niet zo heel erg loodzwaar trouwens. Ja. Helemaal niet zwaar. Kijk, en hebben we daar een mooie bloemmotiefje. Mooi bloemmotiefje. Daar gaat deze dus erop, lijkt mij. Dus daar gaan we mooi een bloemmotiefje erop doen. Mag jij hem lekker in jezelf gaan lezen? Vind ik leuk. Deze, kijk, en er zit al één in, dus die hoeven we dus nou niet te gebruiken. Dat is dus een reserve. Dus dit is een reserve, die mag er gewoon weer in. Kijk maar, nee, kijk. Ja, kijk, ik laat het ook even gelijk aan jullie zien. Heel erg slecht dat ik dat net niet deed. Kijk, hier zit er al één in. Dus die kan er gewoon weer hartstikke mooi. Zo. En dan hebben we hier dus deze. Ben ik al klaar? Nee. Kijk. Ik ga altijd even een beetje proberen. Maar dit gaat wel een beetje heel erg soepel. Want zoals je ziet... Heb je dus hier kleine inkepingen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, nu wel. En deze heeft dat dus niet. Hé, hey, en dat is het leukste. Deze heeft buiten inkepingen. Dus deze moet erop. Dus dat is zo. En hij zit vast. Hé, hey, dat is leuk. Bup. Nou.
Welke gaan we zo meteen gelijk maar eens uitproberen? Dat is denk ik gewoon deze. Zo. En dan is het zo meteen aansluiten en op het balkon de honden gaan doen. En dan is er eerst Lady aan de beurt. Ja. Zo, Roderick heeft het warm en ik ook. We liggen allebei lekker op de bank. Te niksen. En Roderick, als hij deze zakje chips op heeft, gaat hij die andere zakje chips pakken met zijn voeten. Nee. Dus dat wordt een leuke videootje straks. Grappig. Nou, ga jij je zakje chipsjes pakken dan? Zakje chips is leeg. Nee, en die andere niet? Die ligt er helemaal aan het eind. Ja, en dan doe je hem eerst op de doos en dan pakken. En dan pakken. En dan pakken met je voeten. Heb ik hem op te pakken? Alles doen met je voeten. Challenge. Schrijven en met je voeten is leuk. Ja, zijn voetschil was. Die ja. Geen armen, zeg maar. Als we het met de voeten te doen. Ja. Ook de baby verschonen met je voeten. Ja, maar hoe moet jij in vredesnaam en dan met je voeten je t-shirt aan doen? Geen idee, maar ze doen het. Ik weet het niet anders. Ze zijn alleen maar gewend met hun voeten alles te doen. Zeg, wat jij met je armen doet, doe zij met hun been. Ik wil dat wel. Oké, en een BH aantrekken met mijn voeten en dat gaat hem echt niet worden. Maar kijk, stel ik heb gewoon mijn BH aan dan, en dan kan je gewoon wel filmen. Weet je dat? En dat is gewoon net alsof je in het zwembad bent gewoon in je bikini of zo. Ja, dat was een vrouw. Klein vrouwtje. Die had een soort van breinat als hulpmiddel. Oh ja. Deed alles met de voeten. Pak ook die breinat en kon dat zo weer naar de kin brengen. En daarmee kon ze dus dat shirtje aantrekken. Oké. Okay. Want ze had geen armen. Ook helemaal niet. Oké. Okay. Dat was vanaf geboorte niet. Dat is handig. Dus ze was altijd alles gewend te doen met de voeten. Ja. Ik heb ook een video of een YouTube hiertje van gemaakt, volg ik. Oké. Ja, een hele goede avond, lief allemaal. Ja. Het is alweer een tijd om de vlog lekker te gaan af te sluiten. Dat ga ik nu lekker doen. Ja. Samen met jullie. En dan is morgen weer een leuke dag om weer verder te gaan met vloggen. Dus ik zou zeggen, vind je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, abonneer, doe het belletje aan. Doe het duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie morgen weer bij een gloednieuwe vlog. Van mij. En tot morgen. Doei!